Haagstraat. Om 11 uur. U bent allen welkom. Het is bij Wonen achter de kerk, de voormalige koekfabriek van de Hoog. Komt dat zien, komt dat zien. Om 11 uur gratis toegang. Gratis, gratis, gratis. Goedemorgen allemaal. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Mevrouw Schik. Ja, ik stel. Ja, hi. Heel Evelien. Van de Tantrie. Ja. Fijn dat jullie naar onze tentoonstelling Bittersweet komen voor de opening. Onze mystery gast die wil deze openingshandeling verrichten. We zijn er heel blij mee, maar we overnemen zijn naam nog graag. Ik wil hierbij onze mystery gast de kans geven om te verantwoorden. Dank u wel. Goedemiddag, dames en heren. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Ja. Het is met een zeer toepasselijke naam, Bittersweet, dat daar tentoonstellingen worden georganiseerd over de suikerfabrieken, de suikerverwerkende fabrieken in Oosterhout uit het verleden. En de naam Bittersweet geeft natuurlijk al aan dat er bijna niets meer van over is. Ik kan verschillende redenen bedenken dat u hier naartoe bent gekomen. Een van die redenen kan zijn dat u in de plaatselijke krant een stukje heeft gelezen. Mijn naam is Ton de Hoog en ik ben de nazaat van Bernard de Hoog, de oprichter van de koekfabriek. Mijn vader heette ook Ton en die heeft als laatste directeur in de Torenstraat in de fabriek gewerkt. Mijn overgrootvader Bernard is in 1873 begonnen op de markt, rechts van de Klapijstraat, met een banketbakkerswinkel. En dat ging zo goed, onder andere door zijn succes met de zogeheten Oosterhoutse moppen, dat er al snel uitgebreid moest worden. Er was niet zo heel veel ruimte om uit te breiden. En toen is in 1911 besloten om dit pand te kopen, wat voor mensen met een beetje fantasie zouden nog kunnen zien of weten dat hier vroeger met grote letters op stond Brabantse stoom- en koekfabriek Bernard de Hoog en zoon Herman, Willem en Jan de zaak overgenomen. En Jan was uiteindelijk mijn grootvader. En toen is er besloten om in de Torenstraat een groot pand te kopen op een vrij groot terrein met twee hele grote vleugels. In de linkervleugel, grenzend aan de Torenstraat, is mijn grootvader begonnen met de Noga-fabriek onder de naam Japtouw. En de naam Japtouw was samengesteld uit de voorletters van alle kinderen. Het was de bedoeling dat de koekfabriek later ook naar de Torenstraat zou gaan in de rechtervleugel. Maar in 1941 brak er een grote brand uit in de Torenstraat, waardoor dat werd vertraagd. Ik ben zelf in 1964 in de Torenstraat begonnen. Ik was toen 17 jaar. En mijn vader werd door het personeel liefkozend meneer Tony genoemd, de Heemkundekring Oosterhout. Voor al hun werk voor vandaag, maar ook voor alle andere projecten die op stapel staan over de suikerwerkenfabrieken, zoals Sips van der Weigert en Smits van Gils en Schriek en Rens Joosen en Jamin. Ook wil ik meneer Tempelaars bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn ruimte. Ik wil meneer Omen bedanken die als een soort rattenvanger u hier naartoe heeft gelokt. En de Heemkundekring heeft bedacht om als officiële opening een peperkoek te breken. Hij is al een beetje volgebroken, dus wacht. Dan kunnen wij het allemaal goed bekijken. Het heeft een beetje bijgestapt. Ja, bijgestapt. Ja, kijk, weet je, nou is het toestelling officieel geopend.
Ziet er lekker uit, hè, mannen? Ja. Hè? Kom op. Moet je net je smaak doen. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, maar die... Het is niet allemaal tegelijk, maar in de hoek kan... Die snijden we een vier en een vijf. Oh, toch, dat is wel. Jawel. Daar was ik nog niet opgekomen. Ik wil bij deze ook, de heer Ton de Hoog bedanken voor de officiële handeling om ons tentoonstelling te openen. Oké. Verhoogd ook om iemand af te vinden die zo dicht bij de... Laat meneer de Hoog zo goed. Meneer de Hoog maakt de eerste natuurlijk. Maar je mag een hele grote. Ja, heel veel. Kijk. Dan ga ik hem wel tegen. Ja. Jeroen. Ja, dat is wel. Kom maar, mag ik even weg? Ja, ja. Ja, dat kan ik even weten dan ik. Wil jij ook een stuk? Jij wil dus wel een grote, of niet? En een groot stukje, hè? Zo, ja. Hallo zeg. Zo, hallo zeg. Kijk eens. Dennis, hey Kees. Die in de maandags kan aan de hand. Ja. Je kan die zeus dat die wel op de kant zitten. Die tang letterlijk met toast door Bakker Snelders. Dus dan weten jullie wat je vandaan komt. Dus dan kan ik rustig koek gaan kopen. Door het museum. Oh, kijk eens. Hartstikke leuk. Nee. Ja, niet zo groot. Ze zijn niet kleiner. Ze zijn ook. Moet wel jij zo groot hè? Voor een kleinere. Hey. Dan draag je nog lang. Ja. We kunnen hem even uit. Dat is een flinke koek, hè? Ja. We kunnen hem even uit, ja. Maar kleintje. Ja, voor mannelijke. Je moet je dan even... Zeggen gaat strak. Eens kijken hoe dit thuis komt. Ik ben in beeld, mevrouw de Hoog. De jonge mejuffrouw. Nou, de jonge mejuffrouw. Wat zei ze vroeger tegen u? Mejuffrouw de Hoog? Zei ze vroeger, mevrouw de Hoog, zei ze vroeger toch? Ja, toen het nog niet getrouwd was. Ja. Ja. Want ze zijn bij nooit geen voornaam, hè? Nee. Jan van Beckhoven-Omen. Beckhoven-Omen. Oh, echt Oosterhuis. Echt Oosterhuis. Ja, laat u te vertellen over Koekfabriek de Hoog. Nou, ik heb er een jaar of 6 of 8 op kantoor gezeten. Leuke tijd gehad. Ja, ik zat op kantoor bij de Hoog. En dan vroeg meneer Wim wel eens, een ouder man. Ik had de kinderen vast in de maat. We hadden 7 kinderen. Sint-Jobbestraat 10. Ja. Dat goed. En dan zei mevrouw de Hoog. Ze zei, ik heb de zakdoeken, alles wat ik gestreken heb, op de stoelen gehangen. Dan hoef ik ze niet op te vouwen. En dat was natuurlijk voordelig met de stijl. Ja. En als ze opvouwen, zo ja, maar daar was ze. En dat zijn allemaal de herinneringen. Ja, was ja. Leuk. Ja. Als voor etiketten van, dat is een beetje dubbel. Ja, die geen tijd was ook wel. Hier kun je de Hoog zien. Schriekkoekfabriek, die is ook open. Daar is tentoonstelling over schriek. Op de Markt 8, hier een stukje verderop, is Jan Min te zien. En naast Bloemhuis Kamp hebben we Rensjoosje, Smits Vergeels en Sips Vergeels. En daar kunt u naartoe. Vanaf nu gaan we die locaties openmaken. Dus dit is niet de enige locatie. Binnen liggen platte grondjes, dat u precies weet waar u moet zijn. Voor kleine kinderen hebben we daar ook een speurtocht liggen. En die kunnen dan de snoepjes volgen. De mensen met een oranje kaartje en mensen die van de heemkundekring zijn of die van een fabriek zijn, die kunnen bij mij een kaartje komen halen. Dat zijn de mensen die van het project afweten of die veel van de fabriek afweten. En die gaan vanaf nu ook naar de locaties toe. Dus ik wens jullie veel plezier. Vertel het voort. We hebben dit weekend nog, volgend weekend, vrijdag, zaterdag en zondag. En morgen ook tussen 11 en 4. En elke dag tussen 11 en 4 uur. Dus vertel het voort.